DJI kennen we natuurlijk van de drones. In allerlei soorten en maten, van de kleine Spark tot aan de grote M600, hebben ze verschillende soorten drones. Maar onder die drones hebben ze ook heel vaak hun eigen camera's hangen. En sindsdien zijn ze ook eigenlijk al heer en meester in het stabiliseren van camera's. Kleine, compacte, drieassige gimbals waar ze hun eigen camera's op maken die onder de drones zorgen voor prachtige beelden. Nou, diezelfde stabilisatietechniek hebben ze ook al een tijdje voor professionele filmmakers. Denk aan de Ronin-series, met de gewone Ronin, de Ronin 2, maar ook de compactere Ronin S, die al wat meer op een Osmo leek. En de Osmo-series is eigenlijk de compacte camera-series, met aan de ene kant de gewone Osmo, waar een kant-en-klare camera op zat, zoals je hier ziet, en aan de andere kant de Osmo Mobile, waar je je smartphone in kon doen. Maar in de Osmo-serie is nu een nieuwe toevoeging en vooral een heel kleine toevoeging. Want deze grote Osmo is vervangen voor de Osmo Pocket. En die hebben we hier achter. De Osmo Pocket is, alleen al als je de verpakking vergelijkt, vele malen kleiner dan de gewone Osmo. De hele Osmo Pocket is nog niet eens het handvat van de gewone Osmo. En het is een heel erg klein cameraatje. Maar desondanks wel een heel erg krachtig cameraatje. Want die Osmo Pocket heeft een 4K sensor met 60 frames per seconde, is elektrisch drieassig gestabiliseerd en er zit ook een klein touchscreen schermpje in waarmee je hem kunt bedienen. Daarnaast zijn er een aantal accessoires voor waarmee je hem onder andere op de GoPro mounts kunt gebruiken of op afstand kunt bedienen. En je kunt hem via een stekkertje ook koppelen aan je smartphone zodat je daar op groot beeld het beeld live kunt zien en wat makkelijker diverse instellingen kunt wijzigen. Ja, verder zit er onder andere ook face track in en zit er active track in, zodat je net als we uit de drones kennen, automatisch objecten kunnen volgen. Nou, we gaan hem eens even openmaken om te kijken wat er in het kleine doosje zit en hoe de Osmo Pocket geleverd wordt. Een mooie, welbekende witte behuizing met een beschermfolietje eroverheen. Het is echt een heel erg klein doosje, maar ja, het is dan ook geen heel groot toestel. Met een soort sleeve eromheen, met de witte verpakking. En daarin zit een soort piepschuim boxje waar het toestel in zit. Zo. 1, 2, 3. En daarin zit de Osmo Pocket. Nou, we hebben natuurlijk de Osmo Pocket zelf. Die zit aan deze kant. Klein, ingepakt, met folietjes en alles erop. En we hebben natuurlijk, even kijken, de behuizing. Er zit standaard een soort beschermhoesje bij, dat is deze. En daarin vinden we ook een paar accessoiretjes. Daar gaan we eerst even snel naar kijken. We hebben hier uiteraard een USB-kabeltje. En daarnaast hebben we ook twee stekkertjes. Kijken of we dat er zo goed bij kunnen pakken. USB-kabel om de Osmo Pocket op te laden. En er zitten twee kleine stekkertjes bij. Die gaan we even eentje openmaken om te laten zien. Deze zitten erbij voor zowel USB-C als voor Lightning. En dit stekkertje gaat hier aan de voorkant op de Osmo. Als je dit klepje eraf schuift, dan komt daar een soort van uitbreidingspoort onder tevoorschijn. En op die uitbreidingspoort kun je dit stekkertje schuiven. Op deze manier. En op die manier krijg je dan of een Lightning of een USB-C stekker aan je Osmo Pocket. En zo kun je dus hier je telefoon op klikken en je telefoon met de Osmo Pocket gebruiken. Daarnaast zijn er ook een paar andere accessoires, zoals onder andere een tiltwieltje, die schuiven op diezelfde connector. Dus dit is een multifunctionele stekker daarvoor. Nou, dan heb je dus USB-C en Lightning, want dat zijn de twee stekkers waar de Osmo Pocket mee werkt. Klepje weer terug. Verder vinden we in dat beschermhoesje een polsbandje. Altijd handig om aan de Osmo Pocket te doen. Het is natuurlijk een heel klein ding, dus altijd makkelijk om ergens goed aan vast te kunnen maken. En natuurlijk een quick start handleiding. Ik weet niet of je het echt nodig zult hebben, maar dat zit er altijd bij. Ja, verder is dit dan dus een beschermhoesje. Het is een heel hard, stevig hoesje, dus je kunt hem niet echt makkelijk indrukken. En daar past de Osmo Pocket in zijn geheel in. Dus je kunt de Pocket zo samenvouwen, in het hoesje stoppen, het flapje dicht doen. En dan is de Osmo Pocket helemaal beschermd en kun je hem makkelijk in je broekzak doen. Wat daarnaast een voordeeltje is, is dat aan de onderkant een gaatje zit, zodat de USB-poort bereikbaar blijft. Zodat je hem kunt laden terwijl die in dit hoesje zit. Nou, als we dan natuurlijk de Osmo Pocket even rustig gaan bekijken, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, het eerste wat echt wel opvalt is dat hij ontzettend klein is. Het is echt een heel erg compact ding. Ja, en als je dat dan inderdaad vergelijkt met die oude Osmo, ja, dan is het gewoon echt heel erg klein. Het is, wat ik al zei, het handvat van de oude Osmo is ongeveer even groot
als de hele Osmo Pocket in zijn geheel. En als je die cameraatjes vergelijkt, is het echt, echt heel erg klein. De camera lijkt qua formaat een beetje in te zitten tussen de Mavic 2 en die van de Spark. Daar zit die een beetje tussenin in qua formaat. Even de folietjes er ook afhalen. Ook van het schermpje. Zo. En dan heb je dus de Osmo Pocket. Hier aan de zijkant vinden we een geheugenkaartslot. Even kijken of ik dat zo goed kan laten zien. Hier is de geheugenkaartslot. Dus daar kan een geheugenkaartje in. Aan de onderkant vinden we de USB-C poort. Waarmee je hem kan opladen. En verder is de hele grip is een soort rubber. Dus dat ligt goed in de hand. En dan heb je aan de voorkant natuurlijk de twee knopjes zitten. Waarmee je hem kan bedienen om hem aan te zetten. En video of foto te starten. En hier bovenin zit dus het schermpje. Ik ga even kijken of die toevallig iets is opgeladen. Hij start in ieder geval op. Dan moet ik hem waarschijnlijk zo gelijk gaan activeren. Maar dat gaan we in een andere video even doen. Kijken of ik toevallig snel beeld kan krijgen. Ja, we hebben in ieder geval beeld, dus dat is positief. Nee, je ziet, het gimbaltje werkt fantastisch eigenlijk. Stabiliseert heel erg goed. Het is een heel klein schermpje, dus ik kan het denk ik moeilijk laten zien. Ik kan wel even proberen of ik daar iets mee kan. Even kijken of ik dit zo in beeld kan krijgen. Kan ik dat zo makkelijk laten zien? Nou ja, je ziet het schermpje in ieder geval. Het is een heel klein schermpje. Maar het is op zich wel een schermpje waar je goed makkelijk zo zelf je shot op kunt bepalen. En op kunt zien of hetgene wat je wil filmen goed in beeld is. Nou ja, verder is het eigenlijk net als we van de Osmo wel verwachten. En ook van de Osmo Mobile kennen. Die stabilisatie is gewoon fantastisch. Hij doet het heel erg netjes. Super stabiel, dus dat is echt niks op aan te merken. Ik kan verder in de instellingen nog niet echt wat doen, omdat die eerst geactiveerd moet worden. Dus dat gaan we straks eerst eventjes doen. Maar ja, het is gewoon de gimbal techniek die we kennen. En ja, waar DJI toch ook wel onbekend staat, dat ze echt wel hele goede gimbaltjes maken. En dan in een kleine, compacte behuizing. Wat me ook wel opvalt, is dat die gimbal, en dat is sowieso wel iets wat we de laatste tijd wat meer bij de DJI gimbals zien, is dat die echt heel erg stevig aanvoelt. De oude Mavic Pro gimbals bijvoorbeeld, die waren in verhouding nog relatief fragiel. Maar als je de nieuwe Mavic 2 gimbals en ook deze Osmo Pocket gimbal kijkt, het is dan weliswaar klein, maar het voelt heel erg degelijk aan. Het zijn dikke armpjes, goed stevig metaal. Het voelt gewoon echt heel degelijk en stevig aan. Nou ja, de Osmo Pocket is dus inmiddels binnen, is ook op voorraad. Dus mocht je hem willen bestellen, dan kun je daar uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.